Als je hier ziet op de, tussen de sporen bij de beton, dan begint dit al helemaal omhoog te komen. Het lijkt allemaal oud en verlopen, maar werfbaas Ton van der Heide ziet dat anders. Hij zit hier namelijk in het ruim van de Zwerver, de oudste woonboot van Nederland. Het schip gaat al ruim 100 jaar mee en is daardoor één brok antiek. Het ligt bij Museumwerf Vreeswijk. Voor kunstenaar Wijnand Nieuwenkamp was de boot naast zijn atelier ook zijn levenswerk. Hij heeft hem gebouwd en hij heeft hem mee rondgetrokken. Heeft ook tentoonstellingen aan boord gehouden. En dat dat nog allemaal vrij intact is, is gewoon heel erg uniek. Vandaag wordt de boot op de kant getrokken voor een grote onderhoudsbeurt. Zo op het eerste gezicht lijkt dat niet nodig. Maar in het ruim is de tand destijds goed zichtbaar. Dus dat is waarschijnlijk roestvorming van, van, binnen, van de binnenkant vandaan. En roest, dat is desastreus voor het antieke schip. Van de Heide en de Ruiter doen er alles aan de boot te redden van de ondergang. Want niet alleen is de boot de oudste in zijn soort, ook het interieur is in alle opzichten uniek. Ja, het is onvoorstelbaar. Die Dioelkamp heeft aan, aan zoveel dingen nagedacht en, en aandacht besteed. Je ziet elke keer weer wat, wat nieuws. Zo is er het uit voormalig Nederlands-Indië afkomstig unieke houtsnijwerk. Wat te denken van de tegels in de keuken, de bijzondere ramen en de handvaten bij de trappen. En dat moet bewaard blijven. Dus gaat de boot vandaag op de kant. En dat is nog best een klus. Er zitten ook wat, wat gipspanelen aan de binnenzijde. En daar moeten we even heel voorzichtig mee zijn. Ook wat het hellingwerk betreft. We gaan hem heel voorzichtig ophalen. Uiteindelijk komt de boot bij het dok aan. Ook hier een en al historie. De machines kraken en piepen, maar werken nog prima. Stukje bij beetje schuift de antieke boot op de wal. Na een half uur vol gas trekken en sleuren staat de zwerver op de kant. Klaar voor de restauratie. En dat gaat nog maanden duren, maar de medewerkers hebben de tijd gekregen. Als alles is afgerond, hoopt Van der Heijden dat het schip in Vreeswijk mag blijven. Dat zou het mooiste zijn. Want ja, zoals de binnenkant eruit ziet, uh, het is zo'n bijzonder exemplaar. En dat moet je natuurlijk aan je bezoekers laten zien.